Het is dinsdag 8 november. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. Wereldprimeur voor Rotterdam. Elektrische auto draadloos opladen. Onderzoek gezondheidsrisico's kunstgras. En drukste fietspad in Zuid-Holland ligt bij Rotterdam Centraal. En hier alvast kort het weer, Ed Aldus. Volgens de laatste berekeningen blijft het voorlopig nog wel vrij koud voor de tijd van het jaar en wordt het pas vanaf maandag een flink stuk zachter. Als we kijken naar morgen overdag, de woensdag, is het een bewolkte dag. Het zal helaas regenachtig zijn. De temperatuur komt middels uit op zo'n graad of 4. En daarbij waait een matige aan zee, soms vrij krachtige zuidoostenwind. En dat betekent dat het ook waterkoud zal aanvoelen. Graag tot zometeen. Opladen zonder snoer. Voor bijvoorbeeld tandenborstels en smartphones is dat niet meer zo heel bijzonder. Maar in Rotterdam kan nu ook een elektrische auto draadloos worden opgeladen. Een wereldprimeur. Lief, deze auto hebben wij omgebouwd zodat hij op het moment dat hij boven deze plaat staat, kan gaan laden. Zeg maar. Onder de voertuig zit ook een plaat bevestigd. Op het moment dat de twee platen boven elkaar staan, gaat het laadproces vanzelf starten. En dat betekent geen gedoe meer met snoeren op straat. Ook in de duurzame wereld dient gemak de mens. En gaat u nou ook overstappen op draadloos laden? Wellicht in de toekomst. Het hangt natuurlijk een beetje vanaf hoe de techniek zich ontwikkelt en wat de kosten zullen zijn. Rotterdam ziet zichzelf graag als voortrekker van duurzame innovatie. Want luchtvervuiling in Nederland is nergens zo hoog als in deze omgeving. Ja, meer elektrische auto's betekent natuurlijk geen uitstoot. Betekent betere voor de luchtkwaliteit in Rotterdam. Daar hebben we nog hier en daar in sommige straten echt een groot probleem. Dus hoe meer elektrische auto's, hoe beter. Aan draadloos laden kleeft nog wel een nadeel. Bij draadloos laden gaat een gedeelte van energie verloren. Wat bij opladen met de kabel niet verloren gaat. En dat is ook wat waard, hè, de portemonnee? Uiteraard. Comfort en groen rijden is fijn, maar niet tegen een duurder prijskaartje. Het is zaak dat we de komende jaren gaan werken aan een betere efficiëntie, zeg maar. En daardoor ook het systeem duurzamer te krijgen. Er zijn grote voordelen aan, dus een stuk praktischer. Er zijn ook misschien problemen, daarvoor doen we een experiment. En over een paar jaar weten we of het een groot succes wordt of niet. Als het een groot succes is, dan gaan we het verder invoeren in Rotterdam. De gemeente Rotterdam heeft vorig jaar ruim 15 miljoen euro winst gemaakt op parkeren. Dat is zo'n 5 miljoen meer dan in 2014. Dat heeft de wethouder aan de gemeenteraad laten weten, dezelfde wethouder als we net zagen, Pex Langenberg. Het geld wordt toegevoegd aan de algemene middelen. De VVD in de Rotterdamse Raad is het daar niet mee eens en wil dat de parkeertarieven worden verlaagd. Het onderzoek naar het gevaar van rubberkorrels van gemalen autobanden op voetbalvelden is in volle gang. In Dordrecht, Rotterdam en Barendrecht is het RIVM geweest om monsters te nemen. En ook Groot-Ammers doet mee met de steekproef van 100 velden in het land. Het is vanmorgen nog vroeg als op sportpark Gelkenes de onderhoudsploeg zijn eerste rondje maakt. Dit 3 jaar oude kunstgrasveld is in vrijwel alle omstandigheden bespeelbaar. Maar het enthousiasme over rubberkorrels is flink gedaald na een televisieuitzending van Zembla. Het rubber van vermalen autobanden zou kankerverwekkend zijn. Vandaar dit onderzoek van het RIVM. Vorige week werden we gebeld en nu staan ze al hier. Dus dat gaat lekker snel. Prima. Er is natuurlijk behoorlijk wat onzekerheid is er opgetreden. En dan hebben we nu hopen dat zo snel mogelijk dat het van de baan is. Wat bent u nu aan het doen? Ik meet de diepte van de invul, of eigenlijk wel de diepte van de rubberlaag. En op de achtergrond, jullie zijn het rubbergraan nu later aan het opzuigen. Hoe gebeurt dat? We gebruiken gewoon een simpel stofzuiger voor stof en water. En daar zuigen we gewoon 2 minuten lang. Totdat we echt niet alleen de bovenlaag, maar ook die laag die eronder zit helemaal opgezogen hebben. De monsters gaan naar het lab en worden daar onderzocht op hun samenstelling. In het lab wordt in een aanvullend onderzoek bekeken wat de uitwerking is van de rubberkorrels als mensen ze binnenkrijgen. Ja, ze hebben maagzap, dat kunnen ze nabootsen. En dan worden gewoon die granulaatkorrels ingelegd. En die worden dan 2 uur geschud of 3 uur geschud. En dan kijken ze welke stoffen eruit komen. En hetzelfde geldt voor het duimkanaal en voor het speeksel. Half december moet het rapport klaar zijn. Direct van het RIVM krijgen we dus een mededeling wat er aan de hand is. En gelijk wordt er dus over de hele test. Worden dus ook, krijgen wij bericht. We zien wel wat dat moet worden en wat dat wordt. En straks in Rijnmond Nieuws. Dordtse schilder laat overleden kindjes weer leven op doek. Nee, ik word er niet verdrietig van.
misschien heel eventjes, maar ik lig er niet wakker van. Daar hebben die ouders niks aan. Rotterdam heeft het drukste fietspad van Zuid-Holland. Aan het stationsplein bij het Centraal Station werden tijdens de Nationale Fietstelweek de meeste fietsers geteld. Deelnemers aan het onderzoek hebben in september een week lang bijgehouden waar en wanneer ze fietsten. Dit pad bij Rotterdam Centraal werd dus het vaakst bezocht. Ja, het is natuurlijk een van de meest centrale fietspaden in Rotterdam. Van noord naar het centrum en verder naar zuid. Dus ja, absoluut. Het is het drukste fietspad van Zuid-Holland. Echt waar? Oh, nou wat een eer om daar te fietsen. Geweldig. Dat vind ik echt heel leuk, een hele eer. Ja. Volgens de Fietsersbond komt het door de centrale ligging. En doordat de helft van de treinreizigers met de fiets naar het station komt. Maar de drukte zorgt ook, met name in de spits, voor gevaarlijke situaties. U gaat het fietspad op? Ja. Zouden we dat nou wel doen? Hoezo? Gaat er iets mis? Het is het drukste fietspad van Zuid-Holland. Ah, oké. Fietst u vaker? Ja, elke dag bijna. Is het zo druk? Ja, rond spits is het wel echt heel druk. Maar als je nu gaat, vind ik het wel prima. Het is heel druk en af en toe wat gevaarlijke situaties zijn aan de overkant. Dus, hoe komt dat? Dat het te smal is en te druk is. Het is nu nog redelijk rustig, ja. Maar in de spits? Ja, nee, dan vertoon ik me niet, nee. Leuk weetje voor volgende keer dat je eroverheen gaat, toch? Ja, als ik hier weer mensen mee naar Rotterdam neem, dan zeg ik, nou, wij hebben hier het drukste fietspad hier van Zuid-Holland. Dus nou ja, prachtig, hartstikke leuk. Fijne dag nog. Eens gelijks. Afvalverwerker Suez in Rotterdam-Heijplaat heeft een boete van €10.000 gekregen vanwege stankoverlast. Omwonenden van het bedrijf aan de Waalhavenweg in Rotterdam-Heijplaat klagen al 1,5 jaar over stank en vliegen. Suez zegt dat er inmiddels maatregelen zijn genomen, zo wordt er minder afval buiten verwerkt. Toch was dit de 4e boete alweer voor het bedrijf. Zijn wij allemaal nog wel goed beschermd tegen infectieziektes, zoals polio en mazelen? Die vraag moet beantwoord worden in een groot landelijk onderzoek. Dordrecht is in onze regio de eerste gemeente die meedoet. Fijn dat u meedoet met ons onderzoek. Ja. Ik heb me maar opgegeven. Ja. Opdrachtgever van het onderzoek is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het RIVM werkt samen met gezondheidsdiensten. De GGD van Zuid-Holland-Zuid heeft 800 mensen opgeroepen. Van 0 tot 90 jaar en willekeurig geselecteerd. Het leek me toch wel heel goed om hier aan mee te doen. Dit werkt preventief, denk ik, straks als je daar aan meedoet. Het onderzoek wordt eens in de 10 jaar gehouden met maar 1 kernvraag. Zijn mensen nog voldoende beschermd tegen infectieziektes? Op zich zijn de meeste mensen die gevaccineerd zijn goed beschermd. Maar niet alle vaccinaties geven levenslange bescherming. Dus vandaar dat we ook moeten kijken zeg maar, tot hoe lang die vaccinaties beschermen. En mogelijk moeten die mensen weer opnieuw een keer gevaccineerd worden. Ouderen zijn een kwetsbare groep. Bijvoorbeeld omdat ze geboren zijn voor het Rijksvaccinatieprogramma bestond. Of omdat ze lang geleden zijn ingeënt. Ik heb een vaccinatieboekje. Van militaire dienst, dat is van 1953. Maar het onderzoek concentreert zich zeker niet op ouderen. Het is ook van belang om te kijken naar bijvoorbeeld antistoffen die moeders doorgeven aan hun kleine kinderen. Zeg maar hoe lang die in hun bloed blijven. Want daarvan is het ook van belang om te weten hoe vroeg moet je beginnen met het vaccineren. In 2018 maakt het RIVM bekend wat dit onderzoek oplevert. Nou, we kunnen vooral ook kijken zeg maar, of we misschien bepaalde vaccinaties eruit kunnen. Maar ook of er misschien een bepaalde leeftijd weer een vaccinatie toegevoegd moet worden. Omdat we zien dat antistoffen toch te snel afnemen. De deelnemers krijgen in ruil voor wat bloed, speeksel en ontlasting een cadeaubon. Nee, daar heb ik het niet voor gedaan. Maar het is een leuke attentie, vind ik. Ja. En voor de sport gaan we naar het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Want daar staat verslaggever Sinclair Bisschop. Sinclair, waarom sta je daar? Nou, de loting voor het EK vrouwenvoetbal dat volgend jaar in juli in Nederland wordt gehouden. Die loting wordt hier zometeen verricht. En Rotterdam is een van de speelsteden. Het Sparta-kasteel wordt gebruikt. Ook een van de poolwedstrijden van Oranje wordt op het Sparta-kasteel afgewerkt. En ja, bondscoach Arjan van der Laan zal zo zien tegen welke landen Nederland zal gaan spelen. Er zijn 16 landen die zich hebben geplaatst. Ja, en zo meteen zal die loting hier worden verricht. En een van die personen die zo de loting gaat verrichten is de topscorer aller tijden van Oranje. En zij maakte vandaag bekend te gaan stoppen met voetbal, hè? Ja, dan hebben we het over Manon Melis uit Ridderkerk. Ze is
pas 30. Is inderdaad topscorer alle tijden. 59 treffers heeft ze ooit voor Oranje gemaakt. Speelde de laatste jaren ook in het buitenland. Veel in Scandinavië. Laatste club van haar was Seattle Rijn. Maar goed, ze geeft aan waarom ze nu op 30-jarige leeftijd heeft besloten per direct te stoppen. Ik heb er wel even een tijdje over moeten nadenken. Maar ja, nadat ik terugkwam uit Amerika had ik wel zoiets van het is goed geweest zo. Maar je bent pas 30 en je was net aan een mooi buitenlandse avontuur opnieuw begonnen. Dat je natuurlijk lang in Scandinavië had gezeten. Waarom toch nu al stoppen? Ja, het is gewoon ook meer een gevoelskwestie. Ik heb 10 jaar in het buitenland gevoetbald en afgelopen februari getrouwd en dan daarna gelijk door naar Amerika. Dus ik heb nu toch wel het gevoel dat ik gewoon thuis wil blijven, gewoon hier in Nederland en een maatschappelijke carrière weer gewoon opbouwen. Ben je niet bang dat je het spelletje straks gaat missen? Want ja, het voetbal is zo mooi om het zelf te doen. Ja, dat is waar natuurlijk. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar op dit moment voelt dit gewoon als de juiste beslissing. En wat ik net al zei, ik heb er heel goed over nagedacht. En ik heb gewoon een hele mooie carrière gehad, vind ik zelf. Heel erg veel meegemaakt. En natuurlijk 10 hele mooie jaren gehad in het buitenland. Dus ja, op dit moment voelt het gewoon goed. En dan zien we wel. Nou, de loting voor het EK wordt hier dus ieder moment verricht. En op onze website zal later ook die loting gaan staan. Dankjewel, Sinclair. Ja, hij noemt zich de levensschilder, maar schildert de dood. Dordtenaar Rob van der Leij maakt schilderijen voor ouders van baby's die rond de geboorte of op jonge leeftijd zijn overleden. Dit is Lieke. Eerste schilderij dat ik voor de ouders van een doodgeboren kindje heb gemaakt. Tenminste, doodgeboren, ze hebben heel even geleefd. Inmiddels heeft Rob van der Leij meerdere werken gemaakt van overleden kindjes. Hij hoopt de ouders hiermee verder te kunnen helpen. Met het schilderij wil ik je ouders helpen om weer te laten leven. Om hun pijn een plaatsje te geven. En ook dat kind, als het doodgeboren is, dan heeft het niet geleefd. Maar die liefde die leeft wel. Van der Leij hoort door dit werk veel verdrietige verhalen en ziet heftige foto's. Ik heb er niet zo'n last van. Ik kan me goed, goed met de mensen meeleven, maar ik lig er niet wakker van. Het zijn inderdaad soms geen mooie foto's. Maar waar ik meer mee bezig ben is juist die liefde voor het kind en de dromen en om dat weer te geven. De levensschilder is afhankelijk van sponsors en crowdfunding. Want hij vraagt geen geld voor de schilderijen. Het is gratis, want ik vind dat je niet met die mensen kan onderhandelen op het moment dat ze pijn hebben. Ja, als ik dan zo'n schilderij geef en die mensen die zijn daar helemaal dolgelukkig mee, dan weet ik waar ik het voor doe. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Rijnmond Nieuws voor vandaag. Straks in 7 minuten de voorbereidingen van Maassluis voor de intocht van Sinterklaas. Vandaag bakker Holtkamp. Ik zag in de winkel hangt gewoon een zwarte piet. Hoe ga je daarmee om? Want, ja, dat ding hangt er al 45 jaar te deukelen. Die zwarte piet. Dat hoort echt erbij, ja. Ik heb ook wel, dat ga ik wel doen, ik maak toch wel een paar pieten van witte chocola en zo. Maar okay. Gewoon omdat ik dat leuk vind, weet je wel, het is heel erg actueel. Ja. Maar ja, voor mij is zwarte piet zwart, ja. Dat is straks in 7 minuten. Meer nieuws is te vinden op onze website rijnmond.nl. Nog een mooie dag verder. Dag. Ja.